De crypto markt staat in de brand. Oftewel, het bloed stroomt door de straten, wat ik in mijn vorige video al aan had gegeven. Een aantal voorspellingen zijn al uitgekomen. We gaan in deze video even kijken naar wat ik nu van de huidige markt verwacht. Van wat ik doe en waarvan ik denk dat je het beste kan doen. En we gaan ook kijken naar een best wel realistische voorspelling van bitcoin snel naar 120.000 dollar. En ja, stop het dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik weet dat veel mensen, uh, als de markt weer rood is, dat ze behoefte hebben aan een update. Dus vandaar dat ik deze video nu voor jullie maak. Vind je dat tof? Like de video eventjes. Uh, ben je hier nieuw of kijk je vaker? Dus ben je niet nieuw, maar ben je nog niet geabonneerd? Zou ik het tof vinden als je even zou willen abonneren via de rode knop onder deze video. Het is gratis voor je. Kun je 20 USDT winnen? Hoe doe je daarmee? Like, abonneren en even een reactie plaatsen. En dan kun je de volgende video winnen. In deze video is dit de winnaar. Gefeliciteerd. Stuur mij even een mailtje naar marchandbusiness.hotmail.com. Met jouw trc 20 adres. En dan krijg je dit van mij opgestuurd. Um, heb je verder Instagram? Vind je het tof om daar ook dingen te leren? Ik doe ook mijn best om daar dagelijks uh, nieuwe crypto-info te posten. Cornel met het blauwe vinkje. Kom je op de juiste uit. En. Ik wil nog wel even wat zeggen voor de mensen die gisteren bij mijn webinar aanwezig waren. Ontzettend bedankt voor alle enthousiasme. Ik vond het mega tof. Iedereen die aanwezig was. En ook de reactie op het nieuwe product dat gelanceerd is dus het Kryptonite portfolio. Gisteren. Die momenteel nog in de lanceringsactie is. Er zijn letterlijk honderden mensen mee aan de slag gaan wat ik enorm vet vind. De komende 18 maanden gaan voor die mensen heel erg tof worden. Um, heb je er niet van op de hoogte? Heb je het nog niet? Dan kun je dat nu doen. De link staat in de beschrijving. De lanceringsactie is nog steeds live. Op deze pagina vind je alles terug. Dan, uh, wat we in de vorige video hadden getekend uh, op het moment dat we hier bovenaan waren, uh, was dat uh, waarschijnlijk, wat ik aangaf, als we die su uh, supportlijn breken, dan gaan we het eerst volgende supportlevel opzoeken. En dat is op 39,500 dollar. En waarom op 39,500 dollar? Uh, die heb ik geloof ik hier staan. Ja, dat was een gap. Uh, die gesloten moest worden nog. En die worden simpelweg vaak gesloten. Um, ik zei, als we deze breken, dus die trendline, dan gaan we de onderkant van de range opzoeken, wat 40.000 dollar was. Uh, 40.000 hebben we opgezocht, zijn we uiteindelijk doorheen gebroken. Het eerste volgende level waar je dan naar keek, is 39,5. Hebben we ook een kleine bounce omhoog gehad, zoals je gezien hebt. Een kleine reactie, dus een hoop verwachten ook uh, dat we daar een bounce zouden krijgen. Maar wat ik zei, als we die 39,5 hebben bereikt, dan zit die 38 er heel snel in. Nou, en daar zijn we nog net niet gekomen. Uh, of Tenminste, zijn we al gekomen: 38.600. Maar ik verwacht deze 38.000, 38.200. Als sterk supportgebied. Nou, voor de mensen die het nog kunnen herinneren. Uh, wat ik ook aan heb gegeven is dat 34.000 dollar een heel interessant punt is om naar te kijken. 34.000 dollar is sowieso een groot supportgebied. Maar als je gaat kijken naar de liquidation heatmap, dus waar de, de meeste stop-loss liggen van mensen die long zijn gegaan, uh, dan zie je dat op 34.000 dollar. Uh, 33.900 en ik heb daarom op 34.000 dollar heb ik orde staan maar op 33.900 uh, heel veel liquidaties plaatsvinden het meeste wat je nu kan zien in de chart vaak werkt het als magneet, dat heb ik al eerder gezegd en je ziet dat we daar nu ook naartoe aan het bewegen zijn, is dat dan garantie dat we die 34.000 dollar gaan halen? Nee uh, is de mogelijkheid er? Jazeker, wel meer dan mogelijk. Monty liquidaties of die enorme liquidation pool die ligt daar nou eenmaal. En we zijn al bearish aan het gaan. Grayscale uh, die is nog steeds aan het verkopen. Het is het enige uh, ETF fonds wat aan het verkopen is. De rest is allemaal aan het accumuleren. Maar Grayscale houders die uh, verkopen en, uh, hun Bitcoin. En dat is natuurlijk allemaal niet zonder reden. Dat hebben we ook in het rondje van de velden gemeld. Uh, maar voor Bitcoin dan kan er dus nog zeker meer downside zijn. Maar laat je gewoon niet gek maken. Want wat er nu gewoon gebeurt is pure marktmanipulatie. Naast dat Grayscale um, ETF fonds. Veel aan het verkopen is, maar pure marktmanipulatie. We inderdaad jou laten denken dat het een zeldig nieuws-event was. En dan straks zie je op een gegeven moment dat we ontzettend grote candles gaan krijgen. Die mooie God-candles, zoals ze dat noemen. En dat die bullmarkt gaat starten. Uh, wanneer dat gaat gebeuren, dat kan niemand je vertellen. Maar wat dit wel doet, is jou meer tijd geven. Meer tijd geven om jou dus je uh, portfolio op te laten bouwen. Als je het Criptene portfolio hebt aangeschaft om betere en grotere posities daarin op te bouwen. Dus het is alleen maar positief. Uh, zeker als de prijs dalen. Want dan kun je met die DCA kun je gewoon gemiddeld lagere prijzen aankopen. Wat natuurlijk uh, het. Meest interessant is. Nou, Ethereum die gaat ook, uh, die is nog harder gedaald dan uh, Bitcoin zelfs. Ethereum zit op 4,31 Bitcoin, dat zit momenteel op uh, 1,5%, 3%, 1,5% geloof ik, ja. Uh, maar wat je ziet als je kijkt ook naar de wekelijkse chart, is dat het helemaal niet zo, uh, niet zo spannend is. Vooral op Ethereum ook. Je ziet op Ethereum uh, heb je hier dat supportgebied. We zijn daar uitgebroken. En het zou best kunnen dat we die gaan retesten. Dus het zou best kunnen dat Ethereum nog een stukje naar beneden zakt. Van zo'n 10%. Dat we uiteindelijk die ongeveer 2000 dollar gaan testen. En vandaar weer verder omhoog gaan. Nou, je ziet als je nu wat uh, verder en wat lagere timeframes erin pakken. Uh, zie je dat we hier ook een flink supportgebied hebben. Waar nog wat liquiditeit onder ligt. Uh, het kan zijn dat Ethereum hier liquiditeit ophaalt en doorgaat. We hebben tenslotte vanaf hoogste punt van dit jaar. Hebben we nu al bijna een 20% daling op Ethereum gehad. Maar wat je ziet als je ook terugkijkt in de chart. Dat is niet zo gek. Die rode dagen zijn niet erg. Het gebeurt ontzettend vaak. En het hoort erbij: omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. En zolang het higher highs en uh, higher lows. Op de hogere timeframes zijn. Is het allemaal dik in orde. En dat is het ook. Nou. Bitcoin nog even kort. Dan zie je dat het dus precies hetzelfde is. We zitten nog steeds op die wekelijkse chart. We kunnen op die 38.000 support houden we helemaal prima. We kunnen ook verder zakken naar die wat ik zei 34.000 dollar om vervolgens daar die support te pakken. Dus als we inderdaad die 38 zouden breken vanaf daar en doorgaan en dat we in deze range toch blijven zitten tot aan uiteindelijk die helving en dan dat we na die helving omhoog schieten. Maar wat interessant is, is dit. Uh, ik vond ik deze. Excuus, de, de deurbel ging. Maar dit vind ik een hele interessante. History does not repeat itself but often rhymes. Dat zeg ik ook vaak. Bitcoin has moved to the uh, 6.618 FIB extension after a bull flag correction. We are currently in a small correction, like in late 2017 and late 2020. Will history rhyme in 2024 and Bitcoin move to its 6.618 FIB extension in this bull market? That would give us a target of. Uh, $120.000 en ik denk dat $120.000 tot $150.000 een mooi target is voor Bitcoin in de komende boelmarkt, dat het vrij realistisch is. Nou als je gaat kijken, ook naar deze chart, dan zie je wat er is gebeurd in die vorige boelmarkten. We hebben dus hier een bear flag gehad, vervolgens hebben we een small decline gehad en daarna zijn we parabolisch gegaan en dan op die 6.618 hebben we die toppen neergezet. Volgende boelmarkt, grote boel flag, vervolgens een small decline. En na die small decline hebben we een parabolische beweging omhoog gehad. De piek van de boelmarkt, 6,618. Wat gebeurt er nu? We hebben een bolvlek. We maken nu een small decline. En het zou wellicht dus kunnen dat we naar die 6,618 weer gaan. Om die 120.000 dollar vervolgens als target te bereiken. Dat vind ik een mooie. En vooral een afbeelding als deze laat zien dat je niet moet kijken naar die dagen dat het rood is. Of misschien dat we zelfs eens een keer een candle van min 10.000 op een dag krijgen. Uh, het kan gebeuren. Uh, het hoort er allemaal bij. En het mooie is als je gewoon uitzoomt en kijkt naar de lange termijn. Dan zie je dat we altijd hetzelfde krijgen. En dat is die bullmarkt. En dat is gekke prijzen en parabolische charts. En dat zit er aan te komen. Alleen moet je ervoor zorgen dat je gewoon niet uitgeschud wordt momenteel. Door wat er allemaal gebeurt. Door een Grayscale, een BlackRock en de market makers. Hou je kopje gewoon cool. Zoom uit, kijk naar de chart. Zorg dat je je posities verbetert. En dan in de boelmarkt kun je daar heel mooie winst op maken. Goed, dit was de video voor nu. Ik hoop dat je wat daar gehad hebt. Als het zo is, like hem even. Deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende video. Adios.